Nu doet hij het niet. Zo, dat is beter. Nu zit hij wel aan. Oeh, hallo. Zo. Ik ga staan. Dank je. Ik ben hier met ons Kimmetje. En wij gaan bij de Mill Ranch samen met andere YouTubers iets doen. Ja. Kim vertelt wat. We gaan een bijtrip maken op Western zadels, paarden, dingen. Western zadels, paarden, dingen. Ja, ja. Nou, de vertaling zien jullie vanzelf wel. Ik heb de GoPro bij me, dus daar gaan we even naar kijken. En kijk, hier heb je een bord. Oh, we zullen hem wel even omdraaien, dat is makkelijker. Zo. Even mijn tas. Ja, oké, daar gaan we. Kijk. Welkom op de Mill Ranch. Bezoekers melden in de kantine. Nou weet ik alleen niet of we om het huisje heen moeten de hoek om of niet. Ja, anders ga je door het gras. Oh, we mogen niet door het gras van dit. Hier kan je nog even paddock zien, paardjes zien, Kim zien. Niet door het gras. Kim houdt niet van gras. Oké. Ja, ze zijn er allemaal. Nou, niet allemaal. We missen er nog een paar. Kim doet net alsof ze er niet is. No. Hallo Kim. En Jenna. Hallo. Hallo meisjes allemaal. En zometeen gaan we dus met hun allemaal en Feline een buitenrit maken. Yeah. Nou, ze zijn ook echt zo enthousiast. Ze hebben er allemaal zoveel zin in. Man, man, man. Als je nou nog een keer vertelt, ja? Ja? Romy legt even uit wat voor korting we krijgen. Dus als iedereen nu gewoon even Romy wil, dan is het probleem ook opgelost. Ja, maar het was eigenlijk de bedoeling dat ik jullie ging inlichten en dat jullie dan weer jullie Precies. Nou, vertel. Nou, Komt-ie. Als jullie een vrijdagmiddag themarit willen boeken hier op de Mill Ranch, dit jaar 2017, dus november en december, dan krijgen jullie 10% korting als je de reservering maakt onder vermelding van de paarden YouTubers. Dat was het. Ja. Toppie. Oké, Kim die heeft Skittle en jij Venna? Brownie. Oh, lekker. Madee. Madee die is bezig. Hoe heet die van jou? Oreo. Jellybean. Jellybean. Daar ergens is Felien bezig met, weet ik niet. Die heet yoghurt. Yoghurt. Met yoghurt. En hier heb ik Fudge. Hallo Fudgie. Ja. Dus nou, wordt heel spannend dit. Ben benieuwd. Lekt er wel. Waarom hangt die riem aan de zijkant? Dat is van een beetje een type zadel. Ja, dat zijn zadels bijna van 8 uur zonder vangen. Ja. En dat gebruik je dan is het beste bijvoorbeeld als ze koeien vangen of zo. Dan zit je steviger. Grote, ja, dan heeft ze een grote knop, zeg maar. Dan doen ze de lasso eromheen. Maar dat voorkomt dus dat ze dat hele zadel wegtrekken. Omdat die achter snappen. Ik dacht dat ze bij Western nooit gingen lichtrijden. Ja, maar buiten ligt je tempo hoger. En op het moment dat je dan moet gaan doorzitten... Dan wordt het best zwaar. Ja, en als je dat zo lang moet doen, dat is wel niet fijn. Nee. Dus wij zijn gewoon, gaan gewoon lekker liggen aan je. En we zijn het ook gewend natuurlijk. Ja, dat is ook wel een dingetje ook natuurlijk. Bij, weet je, ik bedoel, als je uitgestrekt draf hebt, dat zit eigenlijk ook niet echt nee, snap heel ik. Erg lekker. Nee, dat nou, moet je dan bedenken dat je dat... Ja, alles goed. Ja. Oké, okay, ik zit links goed en rechts zit ik heel veel korter volgens mij. Maar deed je op de grote? Ja, maar deed denk ik. Gat denk ik. Weet je, een beetje rekening mee moet houden met dit soort type zadels. Dus dat je geen alles wat je met Engels hebt geleerd. Ja. Yeah. Van netjes rechtop zitten. Je moet er juist een beetje als een zoutzak of een zak aardappels op gaan zitten. Oké. Okay. Daardoor kantel je je bek aan de andere kant op, waardoor je in je zadel zakt. En dan heb je het meeste steun eruit. Oké. Okay. Dus ik moet... Nou ja, meer zo. Een beetje alsof je lui in een stoel aan het hangen bent, zeg maar. Oké. Okay. Want dan schuif je je zadel in en dan krijg je steun uit je zadel. Oké. Okay. Als je namelijk je bekken kantelt alsof je dressuur bent, dan kom je heel los in je zadel te zitten. Ik snap hem. Ik moet nog even, ik ga even oefenen. Ja, maar dat... Moet ik nog maar iets speciaals dan... behalve niet te veel aan zijn mond zitten? Nee, in principe niet. Stemgeluiden is ook reageert. Je mag gewoon je benen gebruiken, maar bijvoorbeeld 2 klikjes is voor draven. Als je gaat galopperen, omdat de meesten best wel hard kunnen draven, geef een kusgeluidje bij, zeg maar. Ja. Yeah. Hun commando voor galop. Dus dat kan ze een extra reminder zijn van dus is gewoon draf en is draf. Ja. Galop. Ja. En stap? Gewoon 1 klikje.
En dubbel klikken of meerdere klikjes is gewoon voor voorwaarts of voorwaarts blijven versnellen. Oké. En als je rustiger wil, mag je hem best ietsje oppakken en dan zeg je easy erbij. Hoog is echt voor stilstaan. Oké, easy en hoog. Oké. Oké. Maar dat wijst zichzelf allemaal wel hoor. We gaan proberen. Oké. Okay. Zit je goed verder met je beeld? Ik denk het wel, ja. Ja, ik stap. Nee, je moet onderuit zitten, Kim. Oh, ik vind wel een soort... Braaf. Oké, okay. Kom maar. Goed zo. Oké, hier moet ik echt aan wennen. Zullen wij even opzij gaan? Goed idee. Zo. Nou, ze willen wel heel graag mee allemaal. Die van Kim, die zegt, ga maar Kim. Ik wacht wel. Kutse. Dank je, tot straks. Heb je er zin aan? Ja. Ik vind je wel een beetje klein in zo'n heel groot zadel. Die van mij die kan aardig lopen, jongens. Hey. Oh. Nee, ja. Ze rijden hier gewoon 80. Nou, raaf. Het zit allemaal niet. Doorzitten is niks. Ligrijden is niks. Staat hij aan? Nee, ja, nu wel. Oh, ja, ik heb hem ondertussen aangezet. Zeggen. Dus ik denk dat die vogel spot. Zo zie je nooit geen herten, jongens. Dames. Oh, je wil herten op de foto. Ja, het is het wel. Wow. We hebben een spotter. We hebben een spotter en het was geen vogelspotter. Een hertenspoor. Een hertenspoor. En hij vond. Wat? Hij vond iets van ons. Dat weet ik niet. Dat we veel te veel herrie maken. Veel. En dan zie je nooit een hert. En dan zie je nooit. Dus wat hebben we echt geleerd? Niet zoveel herrie maken. Want anders? Zie je geen herten. Precies. We gaan dwars door de hei heen. Op zich leuk. Terwijl ze eigenlijk lastig vindt dat er niet gecommuniceerd wordt waar we heen gaan. Dus we zijn steeds delen van de groep kwijt. En er wordt ook niet gecommuniceerd als je in galop gaat. Wat ook niet het meest handige is om te doen. Ja, maar hij gaat dan... Dus, wat zeg je? Ik kies er niet goed. Ik was net bijvoorbeeld even de beugels even uit. Als het ook niet goed zat. Ja, zak lig je ernaast. Dus ik moet zeggen dat ik dat wat minder vind aan deze hele rit. Even inhalen, want deze die met de galop wil daar eigenlijk voor. Ja. We zijn nu op een pauzeplek. Ik moet zeggen, Futje die is een beetje moe. Hey, Futje. En Kim die heeft het druk met Snapchat. Maar hier zien we in ieder geval, kijk, pauzeplek. En krijg een hapje en een drankje. En kan Futje even van zijn welverdiende rust genieten. Nou, allemaal hapjes en drankjes. Een meneer met hapjes en drankjes. Boterhammetjes.
chocolaatjes, thee, sapjes, wijn. Doe maar. Dus we ook zelfs gehaktballetjes. Kijk, dat is allemaal leuk. Helemaal leuk. Nou, alle paardjes worden nu even vastgezet. Kim, gaat het goed? Ja. Dat is fijn om te horen. Zo. Oeh, sorry. Oh. Beter? Ja. Leuk? Ja. Goed zo. Ja, was leuk. Volgens mij ging het de eerste keer... Hè? Nee, dat idee ik ook. Had het idee dat het de eerste keer harder ging. Ja, dat dacht ik niet. Of omdat het dan onverwachts is dat het dan harder lijkt of zo. Dat kan natuurlijk ook nog. Ik vond hij wel meevallen dit. Verona gaat harder. Veel harder. Wordt het tijd voor test op test. Test op test. Test op test. Hallo. Gaan we weer. Hou je telefoon vast. Oh, live ook nog. Je bent gek. Dus als die strak op de grond ligt, verpletterd en wel, dan weten jullie kijkers wat zij voor jullie over heeft, hè? Gewoon, wat voor telefoon is het? iPhone 8, 256 gigabyte. Die wil ze dus gewoon rustig kapot voor jullie laten gaan, zodat ze live kan gaan op Instagram, denk ik, of YouTube. Dat krijg je als je live gaat. Ja, je moet je aan het vallen, Eveline. Niet gaan filmen. En je bent live op Insta? Ja, nog eens. Oké, en wat vragen ze allemaal aan je? Ik heb daar overgereden, rijdt Skittles mee. Nee, ja, daar is Skittles, dat is Skittles. Oh, ja, Kim dat zit op Skittles. Dat is op test. Gaan jullie op de video? Ja, iedereen maakt een video. Ik heb ja, ook een precies. Linken heeft nee, niet op. Maar die heeft een camera in haar handen. En hij heeft een op. Kijk hoe leuk, op een paar dagen. Dit is yoghurt, jongens. Yoghurt. En is dat dan vanille-yoghurt of gewone yoghurt? Ik hou van vanille-yoghurt, want daar hou ik van. Nou, ik denk, als ik zo eerlijk ben, dat het gewoon dubbelfla is. Dat denk ik ook wel. Inmiddels hebben we weer pauze. En nog meer hapjes. Hoeveel hapjes wil je? Is toch fantastisch? Megan is er zo vol van, ziet heel lekker dat ze uit. Ze echt allemaal gewoon met close-up echt helemaal zo aan het filmen is. Heb je honger, meid? Ja, best wel. Ja. Nou, alle dametjes zijn weer afgestapt. En paardjes die staan weer. Dus nu krijgen we weer een hapje. Tweede pauze. Ja, inderdaad. Anneke. Ja. Daar. Ik heb net een video gekeken hoe je dat moet voorkomen. Je moet je kin naar voren steken. Gaan we even oefenen. Oh zo, ja. Kijk. Je moet je... Oh, ja, moet je... Oké. Ik heb een video... Oh, dat gaat zo natuurlijk weer niet. Zo. Ik heb een video gekeken hoe je kan voorkomen dat je een onderkin hebt. Want dat waren modeling positions, speciaal voor Kim. Want wij moeten natuurlijk allerlei foto's zelf maken voor de webshop. Begin, je doet je kin naar voren. En dan doe je hem iets naar beneden. Of iets omhoog. Maar je doet al die kin dus naar voren op je keel. Nou, ik heb wel minder onderkin. Jij? Ik heb wel een langere nek. Gelukkig gewoon, weet ik ook niet. Maar is goed. Dus zo doen we dat. Dus niet dit. Zullen we even een close-up maken? Moet een capbandje moet even af, anders zien. Ik heb Rebecca zover gekregen dat we een kindershot maken. Oké, zo. Doe dan. Wacht even, waar ben jij? Nee. Zo. Zo. Dat is verder. Ja, zoiets ongeveer. Leuk hè, vloggen. Nou, daarna vloggen wij altijd zo. Ja, dan zien we er veel gezelliger uit. Ja. Leg ons dilemma even uit. Oké,
zijn hier dus wildpaarden. Nou, ik denk niet dat ze wild zijn. Ja. Op een landje. Maar stel nou, dit doen ze dus ruimte voor je paard. Maar stel nou dat je je paard moet pakken om 8 uur. Dan mag je dus om 12 uur 's nachts al beginnen. Als die niet luistert. Want als hij nou wegrent, denk je op mij niet. Oh, sorry. Zonsondergang. Het ziet er prachtig uit. Echt heel mooi. Ons Kimmetje. Hi. We zijn weer terug. Paardjes die mogen naar stal toe. En we hoeven niet eens af te zadelen. Dat is wel een enorme luxe, kan niet anders zeggen. Ze wachten gewoon even hier in het rijtje. En dan worden de paardjes gewoon opgehaald. En dan ben je klaar. Dat is wel heel raar. Normaal gesproken moet je natuurlijk even de haven zorgen en afzadelen en meer van die grappen. En nu geef je gewoon je paard weg, dus dat voelt wel een soort... Je denkt, we hebben het niet helemaal netjes afgemaakt. Maar goed, dat is hoe het hier gaat. Het heeft te maken met de zadels, dat je niet verkeerde riemen losmaakt. Hoofdstel niet op een verkeerde manier doet. Ja, dat is natuurlijk anders dan al die Engelse zadels en Engelse hoofdstellen. Dus ik begrijp het wel. Kim, hoe vond je het? Ja, hoe vond Kim het? Ik vond het leuk. Ja, goed. Ja. Heb je lekker gereden? Ja. Was je kind al braaf? Ja. Ja, ik vond het ook wel. Soms wel een beetje huppelig. Maar... Huppelig. En langzaam? Ja, soms wel. Het was niet heel snel. En ik heb ze heel voeten. Nee, ik voel mijn knietjes wel. Maar het was wel heel erg leuk. Nou, iedereen is even zijn vlogjes aan het afsluiten zoals jullie zien. Dus dat gaan wij dan ook maar doen. Kunnen we niet... We gaan nog pannenkoeken eten, dus we gaan helemaal geen vlog afsluiten. En dan in het pannenkoekenhuis gaan we allemaal tegelijk de vlog afsluiten. Inmiddels ben ik thuis en ik vond het een super gaaf rit. Heel veel dingen vond ik heel positief. Ik vond het heel positief hoe de paarden eruit zagen, hoe braaf ze waren. Opzadelen werd voor je gedaan. Je hebt heel vriendelijk geholpen met erop komen. Er werd aan je gevraagd wat voor een paard je wilde. Of zodat ze iets konden vinden dat bij je past. Je werd er goed opgeholpen en dingen werden heel duidelijk uitgelegd. Dus dat was super gaaf. En ook het eten vond ik heel erg lekker en ook leuk. Was veel. Je kon niks tekort. Continu een hapje en een drankje. Dus dat vind ik echt een aanrader. Wat ik geen aanrader vond was de begeleiding. Tijdens de rit zelf. Dat vond ik niet prettig. We waren aan het stappen en vanuit stap, zonder iets te zeggen, gingen alle paarden over in rentgalop. We zaten wel, moet ik zeggen, in de gevorderde groep. Iedereen kon rijden, dus dat werd van tevoren wel gevraagd of je dat kan. En tenminste niet of je in één keer een galop vandoor kan, maar wel of je gevorderd bent of middelgevorderd of dat je een beginner bent. En misschien dat dat in andere groepen anders is, dat kan ik dus niet over oordelen. Misschien dat een beginnersgroep daar op een andere manier mee omgegaan wordt. Maar ik vond dit zo... onprettig en ik vond het eigenlijk ook onveilig, waardoor ik er niet voor zou kiezen om bijvoorbeeld Tessa in een beginnersgroep daar nog een keer te laten rijden. Dus voor als je iets met iets anders wil dan een buitenrit van een manege, als je wat meer spanning wil, als je wel in bent voor een verrassing, dan kan ik je zeker dit wel aanraden. Maar persoonlijk vond ik dat dus helemaal niks. En wat er ook gebeurde was dat de groep bijvoorbeeld rechts ging en dan ging, de leider ging links. En dat zal vast een goede weg geweest zijn, alleen dat werd dan niet gezegd, waardoor de paarden daarna ineens omkeerden en terug wilden naar de groep uiteraard. En daar kun je allerlei dingen van vinden, over hoe goed de ruiters zijn, noem het allemaal op. Ik heb dat als niet prettig ervaren en ik zal in ieder geval mijn dochter daar niet, Tessatje gaat daar niet rijden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik vond dit... onveilig en onprettig. Wat ik ook vreemd vond was dat er overal opstapblokken waren voor ons om op de paarden te stappen. En de leiding die stapte gewoon zonder blokken op. En ik denk dat in deze tijd het normaal is dat je een cap draagt. En de leiding die had gewoon een hoed op. En dat zijn dingen dat ik denk van ja, vroeger deden we dat al normaal. Vroeger was het allemaal normaal. Maar tegenwoordig niet meer. Dus nee, ik kan het je zeker aanraden als je van wat andere buitenrit houdt
En als je een beetje wat avontuurlijker aangelegd bent en ja, op een andere manier wil paardrijden. Nogmaals, paarden waren super braaf. En verder was alles echt heel erg goed geregeld. Maar dit is mijn ding niet. Voor mij hoeft dit gewoon niet. Ik wil gewoon van tevoren weten in welke gang we gaan. Ik wil weten waar we heen gaan. En ik vind dat gewoon veel prettiger. Dus ja. Dat is voor mij gewoon in ieder geval een helemaal ding. En ik laat je nu even een stukje nog zien dat we uit eten geweest zijn. En daarna de afsluiting. Dus daar komt het eten. Zo, we zijn... pannenkoeken. We zijn er allemaal. Dus we gaan even pannenkoeken eten. Gewoon even mijn duim weg. Zo. Dus ze is er ook. Wat was je aan het doen? Oké, okay, dat is heel leuk, maar wat was je aan het doen? Waarom ben je zo laat? Ik moest Madee even mentaal ondersteunen. Oh, was het zo erg? Ja, hij was helemaal van slag. Oh. Echt. Okay. Madee, gaat het met je? Ja. Zie je, het gesprek had nut. Oh, heel goed van jou hoor. Goed gedaan. Ons kindje. Wat heb je kind? Laat ik heb een kinderijsje. Oh. Lekker eten. Ja, zeg maar hoe je wil dat het er zit. Maandje! En wat vinden we hiervan? Oh, je vindt het zo lekker! Oké, dus we hebben allemaal lekker gegeten. En zo meteen gaan we afsluiten. Dus we doen allemaal een... Heel goed, nou duimpje je omhoog. En tot in de volgende video. Doei!